mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij onze nieuwe serie waarin wij maffe projecten in één dag gaan bouwen. Vandaag gaan we een elektrische fiets maken. Wat ha? Een fiets! Oh, een fiets. Een fiets hebben we. Hoppatee! Ons tweede ingrediënt voor onze elektrische fiets. Het is een startmotor. Ik ben benieuwd. Haha! Tijd om te testen! Daar is hem! Onze elektrische fiets! Nou, kijk hier! De elektromotor, startmotor. Met een aandrijfwieltje dat op de band wordt gedrukt. Hier het relais. Die schakelt de startmotor. En het relais wordt geschakeld hier langs deze kleine draadjes. Klik, klik. Hier met de drukknop. Verder natuurlijk de dikke kabels die lopen naar de stroomvoorziening. Het is onze accu. Woehoe! Dit werkt best aardig. Hoe warm is het ding? Dat valt wel mee, geloof ik. Dat valt best mee. Ja, nee, die is niet warm. Hij deed het, hè? 42, hè? Ja, dat was top. 42 km per uur. Met moeite. Één muurige accu. Maar, hij kan het harder, hè? Eigenlijk. Maar eigenlijk niet. Wel, 24 volt erop, twee accu's. De elektrische fiets. Ik vond het best succes. Hij gaat 43 km per uur. Ja, je kunt zelf nog meetrappen. En ja, verder, de accu's waren wel een beetje snel leeg. Maar ik denk ook dat dat vooral te maken heeft met de kwaliteit van onze accu's hier. Als jij nou nog een maf project hebt, wat wij misschien in één dag kunnen bouwen, zet het even onder in de comments. En misschien bouwen wij de volgende keer wel jouw project. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.